Ja, innovaties veranderen ons leven. Ze veranderen ook de zorg. De hielprik bijvoorbeeld. Zo'n 41 jaar geleden nog nieuw, nu normaal. En met dat kleine prikje vinden we jaarlijks 200 baby's die we meteen kunnen behandelen. En dat geeft hen een betere kans op een gezond leven. U werkt daar met z'n allen ontzettend hard aan. Dat is geweldig. Ondertussen kunnen we steeds beter screenen, op steeds meer aandoeningen, zelfs op meer dan we kunnen behandelen. Ook voordat kinderen geboren worden. En dat stelt professionals en ouders steeds weer voor nieuwe en soms moeilijke keuzes. Want wie te horen krijgt dat zijn kind een aandoening heeft waar de medische wetenschap nog geen behandeling voor heeft, raakt dat in het diepste van zijn hart. En hoe ga je eigenlijk om met informatie waar je niet naar zocht? Wat is de impact van innovatie? Of moet alles wat kan? Als je kunt handelen of behandelen, ja, dat is het fundament van de hielprik. Maar wat doen we als je niet kan behandelen? Dat is een vraag die ik nog moet beantwoorden. Op advies van de Gezondheidsraad gaan we het programma in ieder geval uitbreiden. 14 aandoeningen erbij. En ik kom binnen 3 maanden met een reactie op het advies. Laten we er samen de schouders onder zetten, zorgvuldig en tegelijk de vaart erin houden. Laten we zorgen dat alle kinderen alle kansen krijgen op een gezond leven. Ik wens u een inspirerend congres.